Je wordt het kruisdol van deze club. Of de eerste half is niks, of de tweede half is niks. We kunnen beter misschien één half gaan spelen. En dan net de goede half. Oh ja, Ronnie, als je te druk hebt met trainen en zo, ik wil wel een keer de hond van je uitlaten, hè? Aflevering 38 van Hanschee. Terugblik Volendam. De drie J's gaan wisselen. Er gaat er één solo zingen. Nou, succes aan Jan de Witte. En die palingszangeres Annie Schilder, die is dit jaar 60 geworden en die zingt nog steeds. En Wim Jong wordt volgend jaar trainer van Volendam. De groeten. En voor de rest wil ik niks over Volendam kwijt. Het was niet best. Alleen dat ik er zelf geweest ben en een mooie paas heb gehad. En die paling die smaakt ook eens raar. Helemaal verbrand. Die hebben ze volgens mij met elektrische netten gevangen. En volgens mij mag dat helemaal niet. RKC, tweede paasdag. We zien hier in het grote sprookjesbos bij de Goffelt. Ik ga je nou een sprookje vertellen. Ron, de grote borde wolf, die had er 4 keer achter elkaar gewonnen. Ook de sprookjes van Fred Grim, de trainer van RKC, die strandde hier in de Goffelt. Het was nog lang gezellig in het schub en in het praathuis, de Goffelt. Favoriete spelers? Ja, lieve kijkbuissupporters. Ik voel me af en toe net meneer de Uil. Ik zie de boom het bos niet meer. Juffrouw Ooyenvaar, Fida en mom van de mol Brandenhorst, die hielden met de nodige reddingen hun nest goed schoon. Die 1-1 van Louieke de Vos Druif was mooi naar een voorzet van Stoffel de Schildpad Dijkstra. Sjoef de Haas Okita die lijmde mooi in op een steekpas van Truus de Mier Bruin. Tegenstander vrijdag, FC Twente, de kampioenen. Die zullen wel hartstikke moe zien van het feest in Enschede. Ik vind toch wel dat ze hun plicht moeten doen voor de competitie. Ze moeten ons gewoon laten winnen zoals we afgesproken hadden. Anders drink ik nooit geen grols meer in deze gootsteenkastjes competitie. Voorspelling tegen Twente. Ik denk toch dat we met 2-0 gaan winnen, want we moeten er nog even flink tegenaan. Tussen haakjes, ik vind dat Ron de Groot loco-burgemeester van Nimwegen moet worden. Als Bruls een keer niet kan. Hij vertegenwoordigt de stad als Nimwegen als geen ander. En al die grote clubs hebben gewoon zitten slapen. Ron voor president. Hij blijft ook zo gewoon, hè?